Welkom allemaal, vandaag weer een unboxing. We hebben de Clarity Tarot en ik gebruik ook deze Golden Art Nouveau Tarot. Welkom allemaal, dankjewel voor het liken, voor het delen, voor de vele nieuwe abonnees, donaties, vele verzoeken voor coaching, begeleiding, reiki-healingen, privé-healingen. Dankjewel, de vele interesse in de verlengingen. Mensen, vergeet alsjeblieft niet als je een verlenging hebt betaald, dat je ook je e-mailadres stuurt. Als dat niet gaat bij de betaling, stuur me dan apart een mailtje naar filomenita@hotmail.nl. Want ik heb heel vaak betalingen en geen e-mailadressen. Dan kan ik je dus niet de link toezenden. We gaan eens kijken. Een grote doos. Open. Een heel mooi groot boekje. Heel dik boek. En wat staat daarin? Hoe je hele korte leggingen kunt doen. Waar precies de staven, de zwaarden, de bekers en de munten voor staan. De grote arcana's worden uitgelegd. Wat nog meer? Keltisch kruis, hoe je dat doet. Vijf kaarten. Timing, etc. Dus, nou, er staan hier foto's in, dus allemaal tekst. Dus dat heeft eigenlijk niet veel zin om het boekje met jullie door te nemen. Dan gaan we wel de kaarten bekijken. Oh, nou, deze viel eruit. Ook even weg. Nou, we gaan ze op het gemak doornemen. Als je dit wil skippen, dan ik zet even hier een tijdstemp. Wanneer de reading begint. Dus als je dit niet wil zien, als je geen interesse hebt, dan kijk even hieronder. Nou, het is gold plated. Dit is de achterkant van het deck. Dit is de dwaaskaart. De magier. De hoge priesteres. De keizerinnenkaart, de keizer, hierofant, de geliefde, dat was helemaal vroeger was dat de keuzekaart, de wagen, de zegenwagen, de krachtkaart, de hermiet, het wiel van fortuin, Vrouw Justitia, de gehangende en de doodkaart voor verandering. De gematigdheidskaart, de duivelkaart, de toren, de sterkaart, de maan, de zon, oordeel. De wereld, de aas van staven, prachtige kleuren allemaal, hè? De twee van staven, drie, de vier van staven, de vijf van staven, de zes van staven, de zeven van staven, acht, 9 en nummer 10 van staven, de koning van staven, koningin van staven, ridder van staven en natuurlijk de schildknaap van staven, de aas van zwaarden, de 2 van zwaarden, 3 van zwaarden, 4 van zwaarden, 5 van zwaarden, 6 van zwaarden, 7 van zwaarden en 8 van zwaarden, 9 en 10. De koning van zwaarden, de koningin van zwaarden, de ridder, de schildknaap, de aas van bekers. Een hele mooie grote kelk met de lotusbloem eronder, de 2 van bekers en de 3 van bekers. 4,
Oh, ik heb er nog een onder. De 5 van bekers, de 6 van bekers, de 7 van bekers, de 8 van bekers, 9 van bekers, 10 van bekers, koning, koningin, de ridder, de schildknaap, de aas van munten, 2, 3 van munten, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, koning, koningin, de ridder en de schildknaap. Ik ga ze even cleansen. Dat doe ik buiten beeld, dan begin ik meteen met de reading. Tot zo! Welkom terug. Nou, ik ga ze even shuffelen op de camera natuurlijk, want ja, anders kan ik natuurlijk van alles doen met die kaarten. Dat doen we niet. Dus ik laat zien dat alles oprecht en goed door elkaar geshuffeld wordt. Ben je nieuw op dit kanaal? Wees van harte welkom. Kijk even of het resoneert. Vaak helpt het als je je abonneert. Ben je namelijk energetisch verbonden met mijn kanaal of kanalen. Ik ben een channeler, dus laat of vroeg, dan pik ik ook jouw energie op. Waardoor de readingen meer en meer ook voor jou gaan resoneren. Ik heb meerdere kanalen. Kijk even hieronder als je interesse hebt voor nog meer gratis readingen. Vergeet je ook niet gratis en vrijblijvend te abonneren. En op het belletje te klikken, zodat je dus ook een berichtje krijgt wanneer ik weer iets nieuws heb gepost. Wat mogen wij weten, spirits en guides? Ik heb het gevoel dat jij meer en meer in je kracht moet komen. Het kan zijn dat je te veel van jezelf gevergd hebt. Ik ben al aan het channelen, mensen. Dat je te veel gegeven hebt. Het kan zijn op allerlei vlak natuurlijk. Je weet zelf wanneer je potje qua energie leeg is. We moeten hem pas op de plaats doen. Voor sommigen moet je echt iets definitief achter je laten. Keuzes maken. Het was een moeilijke keuze voor jou. Maar uiteindelijk heb jij wel bewust die keuze gemaakt. En kan je vervolgens je grenzen gaan verleggen? Mogen wij nog meer weten? Je gaat duidelijkheid krijgen over waarom dit niet jouw pad was of waarom dat je hiermee moest stoppen. Iets wat voor jou nu nog onduidelijk is. Ik hoor een oud liedje, Manuela, dat is van, ik dacht van Jacques Herp. Ja, ik heb het gevoel dat jij, voor jou, dat deze pas op de plaats, of dat je even tijdelijk iets moet laten rusten, of berusten, of jij moet rusten, of berusten ergens in. Dat je het gevoel hebt dat het gefaald heeft. Dat het mislukt is. Zo moet je er niet naar kijken, hoor ik. Dit is een leermoment. Dus ga misschien naar binnen. Neem even tijd om naar je hogere zelf te luisteren. Of ga mediteren of in gebed. Zodat je meer inzichten gaat krijgen. Ik heb het gevoel dat je ook uit een soort van red race wordt gehaald. Dus je was keihard tegen iets in aan het vechten. Misschien vond je dat je te weinig tijd had. Misschien had je te weinig vrijheid. Misschien voelde je dat het helemaal niks opleverde. He, was het niet in verhouding met wat jij erin stopte en wat je ervoor terugkreeg. Wat het dan ook geweest is. En daardoor, omdat je zelf niet gestopt bent, werden de signalen steeds duidelijker, werd het ook steeds zwaarder voor je. En heb je op een gegeven moment, had je echt het gevoel van, ik heb geen keuze meer, ik moet hiermee stoppen. Voor sommigen tijdelijk, pas op de plaats hoor ik.
We gaan kijken wat dit precies is. En het kan ook misschien wel verschillend zijn voor iedereen. Het kan zijn dat je sterke leeuw in je zonmaan, Venus of ascendant hebt. Of dat je te maken hebt met een leeuw. Of dat je gewoon sterk bent. Maar ook af en toe een beetje koppig. De koning van zwaarden. Je wordt je een halt toegeroepen, zodat je kan reflecteren. Dit is een havik, dus dat je alles van bovenaf kunt bekijken. Misschien door te stoppen met dit, krijg je een heel ander perspectief. Ga je er anders tegen aankijken. Als je niet zou hebben gestopt, dan zit je er middenin. En zie je iets niet. En door afstand te nemen, door tijdelijk te stoppen, pas op de plaats te maken, ga jij bepaalde inzichten krijgen over hoe het beter kan. Dat je niet gefaald hebt. Ik heb het gevoel dat je er op een intellectuele manier naar kijkt. En dat is nodig. Je hebt een bepaald bericht gemist, een wijze les misschien wel. En ik denk dat misschien ook wel de focus te veel misschien op het financiële lag. Maar voor de meesten voel ik dat jij te veel hebt geïnvesteerd en dat je er te weinig van terugkreeg. Wat nog meer? Met de acht van bekers, wat ik je zeg, van je hebt het de rug toegekeerd. Je moest die beker, die laatste beker die je had, moest je loslaten. Je moest echt... want ja, je hebt dit allemaal geïnvesteerd. Maar je kreeg een bitter weinig voor terug. Kan zijn dat je geen energie meer had. Kan zijn dat je zoveel werk verrichtte, maar dat je amper betaald kreeg. Of anderszins. En het is geen falen. Het is weglopen uit een situatie. Om vervolgens de situatie van een andere kant te bekijken. Waardoor je inzichten gaat krijgen. De letters N en de letters... Y staan op de kaarten. Misschien zeggen die wat. Misschien is dat de naam van het bedrijf. Misschien is dat, zijn dat jouw letters. Misschien is dat wel misschien iemand met wie je te maken hebt. Die je hebt moeten verlaten. Nog een laatste kaart. Vijf van bekers. Ja, het viel jou enorm zwaar om dit achter je te laten. Omdat het voelde als falen. Weer een N. Weet dat het niet aan jou gelegen heeft. Het gaf op een of andere manier gaf het geen voldoening meer, dit wat je moest opgeven. En je wilde niet opgeven, maar uiteindelijk moest je toch. Dus je werd op een of andere manier gedwongen. Het zij door een omstandigheid, het zij door omdat je een bericht kreeg van het universum, want ze heeft hier een witte duif op haar schoot en hier komt er een aangevlogen. Maar het kan ook zijn dat je het gewoon mentaal of fysiek voelde van nee, ik moet pas op de plaats maken met die twee van bekers. Je mist er een bepaald inzicht en dat inzicht wordt geboden op het moment dat jij dus je terugtrekt uit de situatie en dat je naar leert te kijken op een andere manier, wat afstandelijker, wat vanuit het intellect en niet zo vanuit de gevoelens. Want je zit hier helemaal emotioneel in en er wordt van jou gevraagd om juist vanuit die koning van zwaarden, dus vanuit de nuchtere zelf ernaar te kijken. Onderaan het dek hebben we de zeven van... munten.
Langzaam weer terug oppakken, vooruit gaan, wederom een en. En weten dat je niet opgeeft, weten dat je door de situatie te evalueren, aanpassingen te doen en voor sommigen wat rustiger aan te doen, dat je verandering gaat zien. Mogen we hier nog meer over weten? Een ander inzicht krijgen. Iets wat je niet zag. Ga jij nu wel doorzien? En dat gaat van doorslaggevend belang zijn. Dit was er nodig. Dit wilde graag dat het universum... dit wilde het universum jou graag duidelijk maken. En op de een of andere manier zat jij er te veel en te dicht in, op emotioneel gebied. En nu jij die afstand hebt genomen met die 7 van munten en een nuchtere intellectuele blik hebt, de tijd hebt genomen daar een intellectuele blik op te werpen, komt daar dat inzicht of die inzichten. En dan gaat het wel werken, dan zie je het ineens. En daar moest even voor gestopt worden, zodat je dat inzicht zou krijgen. En dan kan je ook verder. Je kan er rustig dit hervatten, maar op een andere manier of vanuit een ander inzicht of vanuit een ander startpunt, vanuit een andere positie. En omdat jij niet wilde wijken, dan krijg ik die enorme krachtkaart weer te zien. Je wilde niet opgeven, je wilde niet wijken, maar je zag gewoon iets niet. Dus het was goed om even te stoppen, ook al was het maar voor een korte duur. Je gaat je inzichten krijgen als je die nog niet hebt. En dan weet je hoe je vooruit kunt, in volle kracht, nog meer, waar gaat dat in resulteren? Ik denk dat je die nieuwe start gaat zien, dus dat inzicht wat je moet gaan krijgen, dat ga jij zien. Dat zie je als nieuw startpunt. Eikpunt en van daaruit ga jij verder. Kan zijn dat je nu milder gaat zijn voor jezelf, dat je misschien omdat je emotioneel afstand hebt genomen, dat je nu ook duidelijker de dingen ziet. En dat die schuldgevoelens ook wegtrekken. Hè? Het gevoel van falen. Kijk eens, daar hebben we de krachtkaart weer. En dan zie je ook achteraf van dat het allemaal niet zo'n vaart liep. Dat het geen falen was. Maar dat het gewoon een bepaald inzicht was wat je miste. Wat je moest inzien. En dat heb jij gekregen. Dat inzicht, dat vernieuwde perspectief. Door er eventjes emotioneel uit te stappen, wat het dan ook geweest is, kan je werk zijn, kan een liefde zijn, kan een persoonlijk dilemma zijn geweest, een conditionering. En door er even tijdelijk uit te stappen, kijk jij daar dus vanaf een afstand naar. En dat heeft jou dus die inzichten gebracht. En dan denk ik ook dat je gaat zien van... dat je er weer tegenaan kunt. En dat er weer vooruitgang komt met de wagen, de zegenwagen. Er komt vooruitgang. Misschien is dit wel die vooruitgang waar jij al die tijd op hebt gewacht. Waar je zo voor gestreden en geknokt hebt. En wat je niet kreeg. Omdat je eerst iets los moest laten.
Voor velen heeft dat met emoties te maken, dat je dat los moest laten, zodat je iets in een professionele, zakelijke manier mocht zien. Kan ook zijn dat je met te veel emoties in zat, dus dat dat te maken heeft met innerlijk kindwerk. Hè, dat je het nu emotioneel ergens afstand van kunt doen. Het kan ook zijn als het gaat om een relatie, dat je er even door pas op de plaats time-out te nemen, dat je dus nu inzichten gaat krijgen omdat je niet meer op elkaars lip zit en niet volop in die emotie, hoe je verder moet. En dat gaat dus jou verder helpen met deze zegenwagen. Dus er komt verandering, als het er nog niet is, weldra. En het brengt je vooruit. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Namaste.